ben een game aan het spelen waarvan Emiel me al de hele vakantie aan het stalken is dat ik het moet spelen. Hij heeft het gemaakt terwijl ze in Tokio zaten. En het is typisch in die game. Het is visueel heel spectaculair. Maar je hebt geen idee wat er gebeurt en wat over gaat. Tokyo. Maar dat was mijn game ervaring over. In Japan. Boris. Ik heb 540 punten gehaald. Ja, dit is wat je had niet 540 punten. Ja, en David ook, denk ik. Ja. Nee, nu ik het hier zo zie, heb ik wel echt flashbacks. Ja. Net ook, ja. Het idee was, je hebt constant allemaal shit om je heen in Tokio. Echt drukheid en geluid en je snapt er niks van. En de helft van de tekens zijn onleesbaar. Ja. En maar ik vind het grappig, dat, want ik heb ook momenten gehad dat ik zit van, wauw, zoveel informatie. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we het er ook over gehad, dat het eigenlijk heel relaxed was. Omdat je hebt geen soort van input van audio. Je kan het langs je heen laten gaan. Omdat je toch niet kan lezen. Je kan het niet terug naar het menu, je kan alleen maar retryen. Nee, je kan ook terug naar het menu. Nee, dat kan niet. Jawel. Ik heb een bug gevonden. Shit. Nou, ik heb deze game dus echt gewoon gemaakt terwijl ik in Tokio was. Ja. Het is gewoon geen tijd, ik was korte duur was ik aanwezig bij het creatieve proces. Ja, en toen dacht je, what the fuck, waar heb je het over? Ja, toen was het alleen vliegende bolletjes. Ja. Toen dacht ik van, wauw, cool man. Wauw, vliegende bolletjes. En nu zijn het vliegende bolletjes met iets meer context. Ja. Ja. Ik heb geprobeerd om... Ik vind het wel cool, maar ik wil de bikkel zien. Het is een explosieve game. Ja, bikkel, Boris moet even waar de bikkel kan. Boris, als je iets hebt wat cirkelt... Dan moet je het soort van accepteren en dan doe je door erop te klikken. Accepteer de cirkel, bedoel je? En je moet het vooral niet laten botsen. Je accepteert de cirkel. Hij luistert niet aan. De cirkels zijn te groot. Je moet erop klikken op die objectjes die ronddraaien. In de dat cirkel. Is hoe je scoort. Dus niet de objecten die niet ronddraaien, daar moet je niet op klikken. Op degene die ronddraaien. Kijk, zeg wat is er met mijn punt aan de hand? Waarom blijf ik maar 540 punten hebben? Omdat je geen punten scoort, omdat je er niet op slikt. Ja, ik scoor nu wel. Yeah. Maar ik blijf maar 540. Er zit een vette bug in. Nee, helemaal niet. Nou, oké. Hij doet het niet, man. Niet echt. Boris heeft een bug gevonden. Ik heb bug nummer 2 niet gevonden. Want heb je nog meer gevonden? De menuknop doet het ook niet. Ja, die doet het wel. Ja. Is dit een soort van, hoe noemen ze het weer? Een playtest? Eigenlijk, ja, met dit Boris is van de Ven. Dit is de final playtest met Boris van de Ven. Ja. Top. En wanneer is dit in de App Store te vinden? Dat is een goede vraag. Ik ga hem submitten. Niet. Ik ga het echt doen. Deze dagen, ja, tuurlijk. Wow. En, maar ik ga hem ook online beschikbaar stellen. En dan komt hij op itch.io met de link. En dan kunnen mensen hem gewoon gratis downloaden of er iets voor betalen. Mag je zelf kiezen. Wauw. Wat je wil. Kijk, en het is gewoon letterlijk mensen... Menu. Klik. Doet hij niet lager, hoger? Iets hoger? Ik weet het niet. Oké. Nee, je hebt me overtuigd. Dat ga ik fixen. 2 bugs. Ja, 2 bugs gevonden. Ik moet niet... Maar... Gefeliciteerd wil ik zeggen. Dat zou ik laten zeggen als iemand niest. Ik vond Fallout 4 wel iets beter. Ja, iets. Nee, maar de game is, het is een expressie, weet je. Nu weet je hoe ik me voelde toen ik daar was. Maar ik wist al hoe je voelde, want ik heb de aflevering gezien. Ja, oké. Okay. Voor het vette aflevering. Hele vette aflevering. Ik vond ook een vette aflevering. Ik vind niet dat er helemaal de vibe van de aflevering terugkomt in deze game. Nee, hè? Waarom niet? Nee. Ik mis de jingles. Ja. Nee, maar het is meer mijn persoonlijke ervaring. Dat ik compleet ja, maar ik mis de jingles ook. Ik heb de jingles gezocht. Als ik deze game speelde, had ik beter zelf naar Tokyo kunnen gaan. Ik heb de jingles voor je. Ik mis gewoon persoonlijke, echt die passie. Dat is echt hebben. Mis je de passie? Ja. Welke passie? Nou, gewoon de passie dat je fucking in een week ja, een game ja, maar dat is het ding. Want dat was ook het ding met de aflevering. Omdat jij en Jelle zijn onze Tokyo Experience aan het afmeten tegen jullie eigen Tokyo ervaring. Ja, dat zijn we ook al gezegd dat we dat niet moesten doen. Zo, hey, hebben jullie dit niet meegemaakt? Want dat vonden wij heel vet. Jullie moeten dit nu doen. Nee, jullie hebben een hele saaie trip gehad, zie ik nu aan deze game. Ja, maar wel echt een vette aflevering. Dus het is eigenlijk hebben we maar 1 ding gedaan. Hij leeft het zo serieus. Ja, maar hij kan het niet hebben. Ik heb hier een week gewerkt. Je bent ook best. Ik vind het hartstikke leuk hoor. Goed werk, helemaal niet leuk. Je bent echt een soort van sip nu ook. Ja. Ik weet niet hoe je week aan gewerkt hebt. Wil je de bikkel zien? Ik ga naar de bikkel spelen. Ik vind het wel leuk hoor, Miel. Nee, maar je moet de bikkel zien. Oh, sorry. Er moet wel voor Android gaan komen. Ja. Anders kan ik niet spelen. Het duurt wel 3 minuten voordat ik bij de bikkel ben. 3? Zoiets zo. Waarom duurt het zo lang?
Omdat Bikkel is hardcore, man. Bikkel hardcore? Je komt niet zomaar bij de Bikkel. Hardcore Bikkel. Hardcore Bikkel. Het is trouwens een B-drink, het is geen echte Bikkel. Oh. Want anders dan wordt Bikkel misschien heel boos op mij dat ik hem meer gebruik. Ja, precies. Dus dat het geen echte Gundam is. Precies, het is gewoon een robot. Ja. Damn. Je ziet er wel echt zen uit nu nog in het plaatje. Ja man, ik ben super zen. Dat komt omdat ik alles accepteer nu. Damn. Maar blijf echt op 540 gaan, zie je dat? Ja. Het is echt de weirdste bug uit die boys. Dat is interessant wel. Ja, dan zat ik 2 keer 50 en dan is 540. Gebeurt helemaal niks. Denk je dat je wel bij de Bikkel kan komen? Ja man, ik kan makkelijk bij de Bikkel komen. Ik ben al, als ik al Gundams heb en ik heb al beestjes, knuffel dingetjes. Ja. Ik weet niet wat het zijn. Kawaii shit. Ah, oké. Okay. Dan kom ik ook bij de Bikkel. De Bikkel komt eraan. Bikkel! Fuck yeah! Oké, jongens, Karim, wil jij even spelen anders? Damn. Kijk, als je Bikkel hebt, word je zen. Woep. Ja, dat is goed. Dat is goed, man. Je wil zen zijn.